zullen allemaal even gaan staan. Man of the hour. Goede mensen, ook in je eigen organisatie. Dat staat het voorstellen. De perspectiefnota 2016 gepresenteerd. Wat houdt zo'n perspectiefnota in? Nou, is eigenlijk een tussentijdse balans opmaken van zowel je beleid als je financiën. Om vervolgens vast te stellen van wat moeten we daarop bijsturen voor de komende periode. En dat valt mooi tussen de twee begrotingen in. Begroting 2016 en het maken van de begroting 2017. Dus een goed moment om met elkaar vooral over de inhoud te spreken van je beleid en wat daar gebeuren moet. Maar hoe dan ook, links of om rechtsom, merken burgers toch dat het minder moet. Zou dat er ook mee te maken hebben dat daarmee ook het vertrouwen in het bestuur gedaald is? Dat kan een relatie hebben. Over het algemeen is het wel zo, dat wijzen onderzoeken uit, dat burgers een overheid meer vertrouwen die doet wat ze hebben afgesproken. Dus als je laat zien als overheid, en of dat nou een gemeente is of een rijksoverheid, maar op het moment dat je laat zien waarom het nodig is, dan is er aan wel wat gemopper en mensen zijn het niet altijd met je eens. Maar als je vooral doet en uitkomt daar waar je belooft dat je wilt uitkomen, dat vooral een issue is als het gaat om vertrouwen mensen je of vertrouwen je niet. En dat doen ze kennelijk niet in Almelo. Ja, het is wel een kwestie waarvan het college zegt, als dat dan zo is, hè, als Almeloofse burgers zich zo uitlaten over de gemeentelijke overheid, dan is dat wel een onderwerp waar we met zowel de raad, maar ook hier intern in dit huis en met iedereen in de stad het gesprek over moeten voeren. Waar schort het dan aan? Wat doen we dan niet goed? Dat is denk ik wat de mensen zien. Wat er echt op de achtergrond gebeurt, merken ze misschien niet eens. Nee, heel veel in dit huis, met name in de ambtelijke domeinen, zullen ze niet zien en waarnemen. Dus ze kunnen ook niet anders reageren dan op wat zichtbaar is. Ja.